Nou, welkom weer bij een nieuwe vlog. Het is weer een tijdje geleden. Dat komt omdat ik heel weinig tijd had. Erg druk met werk. En ik werd ook nog eens ziek. Dus ik heb ook nog een halve week tot een week op mijn nest gelegen. Dus aan vissen kwam ik weinig toe. Het is nu 11 april. En ik heb eindelijk weer een mogelijkheid om weer eventjes erop uit te gaan. Dus bij deze dus een nieuwe vlog. Ik ga het niet heel moeilijk aanpakken. Ik zit gewoon op een parkwadertje waar wel een redelijk bestand aan karper op zit. En ik hoop in de paar uurtjes dat ik hier zit gewoon even een karpertje te vangen. Misschien twee met een beetje geluk. Ik zit met twee Ronnie Rigs. Eén UV-bol en één De Cel Mainline Bol. Witte pop-up, 14 mm, 15 mm. Nee, 14 volgens mij. Alle twee Ronnie Rigs. Dus ik ben benieuwd wat het gaat doen. Ik heb een goede hoop visie. Ik vis daarom ook erg visueel, zodat ik snel die aandacht heb van die karper. En ik hoop ze op deze manier even te kunnen strikken. Ik hou jullie op de hoogte en zodra ik wat heb, laat ik het jullie zeker zien. Zo, de eerste van vandaag duurde even, ik ben verkast. Binnen 10 minuten lag hij op de mat, dus het verkassen had zeker zin. Het is dus even zoeken naar een plek. En deze gaat op de gevoelige plaat en dan mag je weer zwemmen. Hopelijk dat zo nog een. Yes, heerlijk dit. Nou, ik heb dus één visje kunnen vangen. Het verkassen van een stekje heeft toch nut gehad even. Dus er lag toch een karper daar te wachten op dat ene andere stuk van het water. Ik ga deze vlog nog niet beëindigen, want deel 2 zal morgen een pensessie zijn in een klein slootje van horen zeggen dat er genoeg karper zwemt. Dus ik ben heel erg benieuwd. En dat zie je nu. Zo, een klein puntschaaf schupje, echt een mini schuppie, op de penhengel. Nou, je hebt de aanbeet gezien, hij was vrij snel. Ah, is een mooi visje dit, heerlijk mooi visje. Ik ga hem weer lekker terugzetten en dan mag hij weer zwemmen. Nou, het is nu 12:30 en de pensessie zit erop. Ik heb twee rondes gedaan, 7 stekjes had ik en allemaal afgevist, waarvan 2 stekjes echt zwaar ondiep waren en echt teleurstellend. Dus eigenlijk had ik maar 5 potentiële goede plekjes over. Nou, dan heb ik dat ene kleine schubkarpetje kunnen vangen. Toch weer een visie vandaag, ben ik erg blij mee. En
Nou ja, bij deze wil ik deze vlog weer afsluiten. Ik ga kijken of ik morgen misschien nog kan vissen. Overdag, dat ik nog even een paar uurtjes tegen de takkenbossen ga vissen. Maar dat weet ik nog niet zeker. Voor deze vlog is dit in ieder geval het einde. Ik hoop dat je deze vlog weer leuk vond. En mocht je nou meer van mij willen weten en van mijn visserij en hoe ik het aanpak, abonneer dan op mijn kanaal. En dan zie ik je bij de volgende vlog weer. Ciao!